hele goede dag. Leuk dat jullie kijken. Prep en Survival. Daar zijn we weer. Hij ziet het. We zijn weer lekker onderweg. Hè? En ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag lekker op pad. En niet alleen. We gaan met mijn wildkamperen maat gaan we op stap. Rick. Dat zie je wel vaker op mijn kanaal natuurlijk voorbij komen. En ja, we gaan vandaag ook een beetje wat dingetjes testen. Ik heb de kleine camera ook meegenomen, omdat ik andere dingen mee wou nemen, zeg maar. En, ja, ik moet een beetje een afweging maken natuurlijk. Dus ik film gewoon even lekker op 1080p. Op 120 frames per second. Dus ik kan een beetje kijken of dat wat met vertraging kan doen. Maar dat is gewoon even een dingetje voor mezelf natuurlijk. Maar nee, we gaan vandaag lekker in de Carinthia Observer slapen. De enige echte van Defensie. Dus jullie hebben hem hier en daar hebben jullie hem wel eens vaker voorbij zien komen natuurlijk. Maar ik wil gewoon even kijken, ja, ik wil nou gewoon echt gaan reviewen, zeg maar. Kijken wat het is, hoe het er helemaal uitziet. En ja, van binnen, van buiten, van onder, van boven wil ik hem maar eventjes laten zien aan jullie natuurlijk. Daarnaast test ik een tweede dingetje, zeg maar, die ik mee heb genomen. Die heb ik ook al een keertje eerder getest. In de sneeuw was dat. Dat is de Bushman Tarp. Bushman Tarp. Een 2x3 is dat. En die wil ik ook gewoon even lekker testen. Dus ik hoop dat het gaat regenen. Want ik heb hier en daar wat verhalen gehoord. Dat die toch wat, wat water doorlaat, zeg maar. Sommige winkels die schijnen nog wel. Dus ik ken een winkeltje dan. Die scheen er nog wel erg lastig en moeilijk in te doen. Met het terugsturen, zeg maar. Het schijnt wel een hele, heel dingetje geweest te zijn, heb ik zo begrepen. Dus ja, ik had hem zelf alleen nog getest met de sneeuw en toen is hij in principe goed bevallen. En daarna, ik heb zoveel van die tarprotzooi. Dan hebben we er geen tijd voor. Er zit nog een andere test aan vast, maar dat komt later weer. Dat is een ander dingetje. Maar ik hoop dat het dus gaat regenen. Eventjes, alles maar een uurtje, dat hij even goed water erop krijgt. En dan kijken wat hij erop op doet natuurlijk. Dus ik ben zeer benieuwd. Tas helemaal volgeladen. We hebben lekker eten. Ik heb voor mij 3 uien heb ik geschild. Ik heb 2 bollen knoflook heb ik klaargemaakt. Een doosje champignons. Ik ga echt gewoon lekker kokkerellen gewoon in dat hele bos. Dat had ik natuurlijk ook daar kunnen doen. Maar dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Dus geef helemaal niks. Ga gewoon super gezellig worden met Rick. Ik heb al biertjes meegenomen. Ik stapte in de auto. En toen dacht ik van, weet je wat? Ook lekker natuurlijk, hè. Ben ik net langs de bakken gereden. Even appelflappen gehaald. Verse appelflappen. Dus dat wordt gewoon volop genieten. En dat is eigenlijk waar het om draait, hè. Je moet gewoon genieten van het dingetje wat je doet. Dus veel testen, veel proberen. En super veel genieten. En volgende keer nemen we de grote camera weer mee. Want ook daar heb ik een kleine uitbreiding meer op gedaan. Jullie hebben als het goed is al de vlog gezien, zeg maar, met de houtstoof. Daar had ik eentje op zitten. En ik heb er nu 2 bij zitten. Waarom ik nog beter kan creëren. Maar dat heb ik eigenlijk pas gisteren heb ik dat eventjes het eerste setupje gedaan. Dus daar moet ik nog wat testjes mee doen. En dan gaat het gewoon geweldig worden natuurlijk. Daarnaast, voor alle nieuwe abonnees die erbij zijn gekomen, super tof en hartstikke leuk natuurlijk dat jullie allemaal zijn geabonneerd. Heel veel kijkplezier op mijn kanaal. Zit je in het filmpje voor het eerst kijken en denk je, nou, is leuk, weet je wel. Klik even op het linkje onderin dat je geabonneerd bent. Check ook even op het belletje. En dan krijg je gewoon elke keer een nieuwe vlog, weet je. Je hoeft ze niet allemaal te kijken, maar kijk ze gewoon af en toe. Het kost je helemaal niks. Hartstikke leuk natuurlijk. Ben je toch een beetje lekker met het preppen en survival bezig? Het outdoor dingetje, zeg maar. Want wat is preppen? Wat is nou echt survival? Check dan ook even mijn Facebook pagina of Facebook groep. Daar hebben we Preppen en Survival Nederland. En daar kun je lekker op aanmelden. Een hoop dingen vragen en doen en bla bla bla. De website, ja, preppen en survival doe ik eigenlijk op dit moment nog steeds weinig mee. Het draait allemaal onder WordPress en ja, het is niet het dingetje waar ik
het is niet het ding of het systeem, zeg maar, waar ik mee wil draaien. Ik vind het nog niet erg handig. Het doet niet wat ik wil. En, het moet allemaal met omwegen, zeg maar. Soms wil ik wel dingen inzetten en dan inzetten. En dan krijg ik een update en dan is het weer weg, weet je. Allemaal dat soort grappen. Ik wil gewoon wat anders. Dus waarschijnlijk dat ik de... Nou, kijk, het wordt hier druk met vrachtwagens. Waarschijnlijk dat ik die gewoon een keertje ombouw naar gewoon een standaard HTML5. Dat kan ik gewoon lekker zelf. En dan werkt het ook prima. Geen PHP of wat dan ook. Maar als ik nou tegen je te vertellen, is het helemaal zinloos. Maar daar gaan we wel mee aan de slag. Misschien een wintertrucje of zo'n dingetje. Even kijken. Maar dat moet ik eens even kijken. Even een nieuw layoutje laten maken daarvoor. Dus allemaal leuke dingen. We zijn op de achtergrond echt vet druk. Ben ik wel bezig met aanpassen, anders doen. Ik gebruik voor deze vlog ook ga ik andere software gebruiken dan dat ik al eigenlijk al 13, 14 jaar gebruikte. En die software die haperde altijd. Het was altijd een probleem of zwarte beelden of het, hij miste stukken, weet je wel. Dat werkte gewoon niet lekker. Dus we zijn overgestapt naar een ander programma. Er zit ook wel wat meer tijd in natuurlijk. Dus op de achtergrond zijn we druk bezig om nog mooiere vlogs te draaien. Nog beter, nog soepeler, nog vetter. Nou ja, in de tussentijd heb ik natuurlijk al waarschijnlijk het een en ander gezien. Hè? Vanuit de lucht, vanuit de grond, noem maar op. Dus nee, gaat top worden. Ik ga even een stukje rijden. Ik moet nog een aardig stukje, nog een anderhalf uur tuffen, zeg maar. En dan ga ik even Rick ophalen. En dan zien jullie mij straks in het bos. Dus ik zou zeggen, let's go. Laters. Zo, daar zijn we weer. In de bosjes. Rick is er ook erbij. Kennen jullie nog? Oude YouTube-it. Oude YouTube-it. Dus, nee, top. We hebben even lekker een bakje gedaan. Maar we moesten ons even aansporen om de spulletjes op te gaan zetten. Want we hebben wel een hoop te kleppen natuurlijk. Dus koffie, appeltaart, appelflapje en zo. Dan weet je wel. Dus ik ga even kijken hier zo. Dan ga ik even die observer neerknallen. En dan gaan we daar eens eventjes een lekkere snurkplek van bouwen. Ben zeer benieuwd hoe het gaat. We hebben de observer zelf bij ons natuurlijk. We slapen op een expert mat. Zo'n blauwe. Extrabed light nog wat. Dus hier is tot een graadje of 5 moet hij goed zijn. Ik heb een Cumulus 400 bij me. Zo'n lightline. Die is als het goed is tot comfort min 2. Dus dan raad je het al. Ik ga het koud krijgen. Het zit er gewoon dik in. Nee, we gaan het gewoon weg. Daar hangt hij van mij. Oh ja, hier. Die hangt. Onder het bier. Ja, er was een blikje frisdrank was er over gelegd. In de tas. Dus die hangt een beetje te droog, hè. Maar dat is een synthetische, dus die zal wat sneller droog zijn, zeg maar. Maar we gaan kijken of dat het gaat lukken dat ik het warm kan houden vannacht. Maar het zal vast weer niet. Dus ik ga het tenminste even opzetten. En dan kom zo weer bij jullie terug. Thank you.
Die staat. Nou, je ziet hem, hè. Vet in de camo. Het is echt... echt een heel vet ding. Maar vanavond hou hem lekker open. Dat hij lekker een beetje door kan luchten. We hebben weinig condens. Dus dan kunnen we nu nog slapen. De voorkant hebben we ook nog gaas. Misschien dat ik die ook nog wel openzet, hoor. Vanavond. Ziet het aan deze kant. Die is eigenlijk hetzelfde als bij die kleine bivies. Maar het is een origineel. Even kijken, hoor. Kunnen we het zo zien? Hoppakee. Hit van Carinthia. Op service. En het is echt van iemand, ja, geweest. Van bij Defensie. Zeg maar. Hij is identiek als het ware aan die Observer die ze nou nog verkoopt trouwens van Carinthia. Die hele groene is dat. Al is die wel van een iets ander soort, ja, Gore-Tex gemaakt, zeg maar. Dus die is ietsjes lichter. Voor mij een, ja, ik dacht 200-300 gram lichter dan de origineel. Deze is eigenlijk van hetzelfde Gore-Tex gemaakt als die Bivizak, die enkelboos. En hier is Defensie mee gestopt omdat ze eigenlijk gewoon te duur waren. En toen hebben we eigenlijk die kleintjes gekregen van Carinthia. En daarna is dat overgegaan op... ja, ik kan er even niet op komen. Naampie staat hier in Vesca. Vexa. Is het andere merk, hebben ze ook hier die zakjes gemaakt. Deze niet trouwens, die dubbelboos, alleen die enkelboos. En er is nog een merk, voor mij een van het Tsjechisch merk of zoiets. Die hebben hem ook nog eens een keertje opnieuw gemaakt. Carinthia stond natuurlijk over de kwaliteit. Hè? Dat is een ding wat zeker is. En dat zie je met die Vexa's, zie je dat de kwaliteit wat minder is. Het Gore-Tex is net iets anders, lijkt het. De ritsen zijn wat goedkoper. Dus dit is gewoon, het is gewoon kwaliteit. Je betaalt er ook wat voor. Deze zijn bijna niet te krijgen, is heel schaars. Ik heb er ook iets van €300 toen voor betaald. Het is wel een stuk goedkoper natuurlijk dan de nieuwe standaard Carinthia dubbelboogs. Dat dan weer wel. Maar ja, als je het kan leien, dan is het een leuk dingetje. Daarentegen, hij is wel vrij zwaar. Je kan beter, als je toch gaat beginnen, zou ik eerder onder een tarpje gaan leggen. Of met zijn enkelboogje. Wat ik ook wel fijn vind. Maar die gebruik ik dan eigenlijk liever als het winter is. Omdat het dan toch de ruimte krapper is en dat je het vol kunt stouwen. Kom nog een keertje verder op terug, hoor. En deze hebben jullie natuurlijk al vaker ook in filmpjes voorbij zien komen. Maar ik heb er voor mij nooit, tenminste wat ik me kan herinneren, heb ik er nooit eigenlijk zo uitgebreid iets over gedaan. En dus ik denk, nou, gaat het nou eens even goed echt in het wild testen. Normaal doe ik alleen met het airsoft natuurlijk testen. Of als ik ergens op een kampeerterrein zit en dan heb ik toch wat andere spullen mee. En ja, dit is eigenlijk gewoon een wild kampeertripje met Rick. Hij kijkt boos, hè? Hij moet kijken. Dus we gaan eens kijken wat het nou gaat worden. De Bushman Torp. Waarschijnlijk laat ik hem er nog even in zitten. Ze geven geen reken op. Dus ja, dan hoef ik hem niet te testen. Misschien dat ik hem wel test, maar dat zeg ik niet op de camera. Maar dat ik hem voor mezelf even test. Want hij schijnt ook als warmtedeken gebruikt te kunnen worden. Dus mocht ik het vannacht koud krijgen, ja, trap ik hem er misschien gewoon in als warmtedeken. Maar dat komt in een andere vlog. Ja, zo doen we elke keer wat, hè. Dus, je ziet het in ieder geval. Hij legt klaar. Matje legt erin. De Cumulus 400 legt erin. Met dat mooie, wat is het ook weer? Ja, ik ben even de naam kwijt van het kussentje. Dit is weer een blauw, ik heb ook nog een groene. Maar Mike vond blauw leuk. Dus ik heb Mike de kussen meegenomen. En dan gaan we zo eens eventjes een gaatje graven. Bakje hebben we al gedaan, dat zien jullie. Gaatje graven en dan wat hout fixen voor vanavond. Want we moeten waarschijnlijk even Rick's tas even leegzuigen. Die zit vol met bier. Dus zelfs is het anders dan uit een blikje. Ze drinken gewoon uit de tas. Dus we gaan even aan de slag. Zo. Spulletjes een beetje bij elkaar ruimen. Nou, je ziet het, eten. Dit is dan een rode tas natuurlijk. Ja? En een paar potjes bier. Maar we hebben het hier zo gortig, jongen. Ja, dat is Marcel van mijn plek. Hij liegt nu, dit is die tas van Marcel. Ah, ik ga eerlijk zeggen, Emiel komt straks. Ook bij Boeskracht. Tjoke, jongen. Nee, maar die legt lekker hier in die Recon tent.
ook een geest steentje. Ja, ik heb hem zelf ook gehad. Mijn is alweer weg. Ik voel hem net te laag. Maar hij slaapt wel goed voor de rest hoor. Hij is laag en zwaar. 2,7, 2,8 kilo voor mij is hij in totaal. Hij is vrij aan de zware kant. Maar lekker open zo, hè? Dus, maar als dit morgen vanavond allemaal op is, jongens, dan is je tas licht. Verdomme. Dus, we gaan even een gaatje zo graven. Even het hout bij elkaar sprokkelen. En dan even lekker chili zo. Zo. Putje gemaakt. Even een beetje hout bij elkaar sprokkelen natuurlijk. En ik heb nog een stukje. Ik zal het even laten zien. Zo. Kijk. En wat is het? Het is eigenlijk allemaal dennenhars spul, rotzooi, zeg maar, wat ik over heb gehouden. Ik heb een tijd geleden dennenhars heb ik gefilterd, zuiverd. En ja, er bleef eigenlijk van alles over, hè, qua takjes, stukjes schors en noem maar op. Dus ik heb dat een beetje gemixt, zoals jullie kunnen zien. Nog met wat oude lappen, waar ik ook weer als filter had gebruikt. En er zit eigenlijk van alles wat in, maar het hoofdzaak is restant dennenhars. En ik heb dat echt speciaal bewaard om gewoon als aanmaakje, als aanmaakblokje te gebruiken. Dus dat gooi ik straks op, die gooi ik hierin. Zo. Die hoor ik erin. We gooien er nog heel veel hout bovenop. En dan steek ik die straks gewoon aan. En waar steek ik die mee aan? Ook weer. Je ziet het. Deze was nog van het filter. Dus die is wat meer doordreend. Ik kan er ook een fakkeltje van kunnen maken. Maar die ga ik straks gewoon als aansteekje ga ik die gebruiken. Dus is wel grappig. Ja. Gewoon een beetje rondzooien. Dus we gaan even lekker verder hout hakken. Even een paar takjes zagen. En dan gaat dat helemaal goed komen, denk ik. Wel een klein beetje. Dus lekker lekker. Lekker koken, jongen. Hoppakee. Ja. Lekker, joh. Zo, kunnen we wat zien? Oké. Kijk eens. Steekjes, champignons, knoflook. Koken met Marcel in de volgende. Ja, koken met Marcel, ja. Heb je iemand anders op vast gekookt in de volgende? Zo, speciaal toch? Speciaal voor Marcel. Ja, speciaal voor mij. Ja. Oh, beter weten met jou. Kijk, vuurtje brandt. Ik ben alleen even vergeten om te laten zien dat ik dat aanstak met dat met die rotzooi, zeg maar, die ik nu over had. Maar het brandt gewoon prima. Er zit allemaal nog gewoon wat hars in natuurlijk, wat er achtergebleven. Dus dat is eigenlijk niks bijzonders. Maar ik vergeet erom te filmen. Ik steek hem aan en ik vergeet het. Dus kan ook gebeuren. Dus, eten is op. Alles weer opgeruimd. En dan... Nou, zo eens even lekker een potje fristie aanpakken. Kom ook helemaal goed. Dus laat het even gezellig maken. Zo. Daar zijn we weer. Hallo. Hallo. Zo'n blauwe snap natuurlijk. Nee, ik sta aan een felle lampje te kijken. Het is fel, jongen. Dat kreeg. Ja, dat kan wel, ja. Kunnen leren. Maar hij ziet het. Het vuurtje gaat goed. De biervoorraad. Uiteindelijk geslonken? Nee, ja, er komt eigenlijk geen einde aan zicht. Nee, ja, Marcel heeft alles weggewerkt. Man. Ik heb er maar eentje op, dat is dat flesje die buiten ligt. Ik wou zeggen, leg hier nog een coronetje. Daar nog een coronetje. Dus het is wel super gezellig eigenlijk. Ik heb er wel in mijn zin. Keur, jong, ja zeker. Ja, je moet af en toe een beetje acteren. Het is er eigenlijk zit, maar oké. Okay. Weet je, ga zo ons nest in, maar... Nee, het is er echt super gezellig. Dus het eigen beetje standaard hebben we eigenlijk elk wildkampeertripje tripje doen. Vuurtje maken, biertje drinken en that's it. Dus we gaan lekker verder met biertjes drinken en dan kom ik... Straks weer, nee, dat lampje is echt fel, zeg man. En dan kom ik straks weer bij jullie terug.
als ik mijn bedje induikt en zie, waarschijnlijk zien jullie me daar pas morgenochtend weer. Dus ik zou zeggen, hele fijne avond, geniet lekker verder van de vlog en laters. Zo. Even kijken hoor. Wat ook wel. Zo. Misschien kijk ik wat doen. Kalleluja. Oh, het licht is echt fel. Maar jij ziet het. We gaan een leekje snurken. Op survey. Achterkantje. Zo, laat ik even zien. Ik weet natuurlijk niet of jullie het kunnen zien. Maar beetje wennen. Beetje wennen aan het licht. Dus ja, was het top natuurlijk. Het is 9 uur inmiddels. Even kijken hoor. Oké, zo. Het is 9 uur. En het is een mooie tijd. We hebben even gegeten. We hebben een fristie op. En ja, dan wordt het gewoon tijd om te slapen natuurlijk. Dus het licht. Oh, ik heb het zo wat zien. Even kijken als het lichtje weg. Zo. Hij ziet het. Geen vlammen meer. Dus dat gloeit lekker uit. Naast ons. Hebben we nog wat te drinken liggen. Lekker makkelijk. Wat water. Dan kunnen we vannacht nog even bij tanken. En mocht het zo zijn. Van de fris die krijgen we meestal dorst. En ja, dan gaan we lekker snurken. Dus praat heel zachtjes. Rick ligt ook al op bed. Dus ja, dat was gezellig. Dat was echt een top. Super gezellig. En dat is eigenlijk altijd met Rick. Hè. Als ik met Rick op pad ga. Vanaf dat dan we elkaar zien. Het is allemaal alleen maar lullen, gezellig. En ja, super. Het zijn leuke tripjes dit altijd. Dus ja, een mooi tripje ook. Om eens even goed te reviewen. Ja, de Carinthia op survey. Dus ik ga hem lekker dichtritsen. En ja, ik zou zeggen. Kijk lekker verder. Ik ga lekker slapen op dit moment. En tot morgen. Laat eens. Wat er gebeurt. Zo, hele goede morgen. Daar zijn we weer. Nou, ik laat nog even een beetje aan de binnenkant zien natuurlijk. Maar, hoppakee. Heerlijk geslapen. Echt heerlijk geslapen. Ja, ik heb even openstaan, er heeft wat meer licht. Maar, ja, een van de weinige keren dat ik het niet koud heb gehad, laat ik het zo zeggen. Dus, even zo prima te doen op dat matje. Met die slaapzak. En, genoeg ruimte in dat ding. We hebben geen regen gehad. Oké. Het was allemaal netjes weer gedaan. Rick was er ook al, is er ook alweer op. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Dus, nee, helemaal goed zeg. Helemaal goud. Om in te snurken. Dus we gaan even aankleden. En dan gaan we even een bakje doen. Zo. Boeltje weer lekker opgeruimd. Ik heb voor de rest niet veel laten zien natuurlijk. Hè? Film natuurlijk weer met de kleine camera. Die batterij is niet zo heel erg best. Maar dat, ja, dat weet ik nou eenmaal. Dus ja, dan kan je niet zoveel filmen natuurlijk. Maar biefententje. Die op surf heel goed bevallen. Helemaal top. Jullie hebben hem kunnen zien. Als het goed is heb ik nog een fotootje. Of die foto komt nu erin. Dan kan je een beetje zien hoe goed camouflage werkt zeg maar, op afstand. Dus dat is helemaal goud natuurlijk. Nou, je ziet het. Hè? Zoals dat hoort, leave no trace. En ging een muisje. Ja, je ziet natuurlijk, kijk, dat zie je natuurlijk wel, hè. Je ziet nog wel waar ik gelegen heb, zeg maar. Something big. Yeah. Something big has left here. Nee, kijk, je ziet altijd wel wat spoortjes natuurlijk dat je er gezeten hebt. Ik bedoel, kijk, afgezaagd hout, prima. Maar voor de rest, het plastic is allemaal weggewerkt. En dat. Is weer helemaal opgelost. Dus we gaan weer lekker op huis aan. Jullie kunnen lekker nagenieten van de vlog, van de korte vlog. Als het goed is echt kort. We gaan echt veel knippen nog, waarschijnlijk. Ook wel de bedoeling. En dan zien jullie mij weer terug bij de volgende. Waarschijnlijk met een grotere camera, maar dat zien jullie vanzelf. Dus ik zou zeggen, check even de Facebookgroep.
Preppers 5 van Nederland. Ook even een duimpje omhoog op het YouTube kanaal natuurlijk. En even lekker abonneren. En dan zou ik zeggen, duimpje omhoog. Tot later.